Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fevida Academy podcast. Yes. Gunther, welkom. Peter. Jij ook. Dankjewel. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over e-mail, toch? E-mail, ja, klopt. Daar zitten we een beetje in die hoek. Ja. Maar we gaan het vandaag specifiek hebben over het verschil tussen POP, het e-mail versturen ontvangen via POP of IMAP. Ja, klopt. Dat is het, hè? Ja. Waarom zou je POP gebruiken en waarom moet je IMAP gebruiken? Wat is het verschil ertussen en wat is het beste om te gebruiken? Ja. En vooral heel belangrijk, als je toch gebruikt POP bijvoorbeeld, zorg dan ervoor dat het ook via een versleutelde verbinding wordt gestuurd, ja. Verzonden. Sowieso. Ontvangen. Altijd veilig. Altijd veilig, ja. Nou ja, bij POP denk ik aan muziek. Oh ja, leuk, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Jij denkt aan e-mail. Ik denk alleen maar aan e-mail als ik precies. POP hoor. Ja. Zou je kunnen vertellen wat het verschil is? Mijn dochter denkt vast aan een POP. Aan haar POP, ja, ja. Dat kan, ja. Ja, dat is zo, ja. Heb ik weer niet aan gedacht. Nee. Maar wat is het verschil tussen POP en IMAP? Het verschil tussen POP en IMAP is eigenlijk het de manier waarop je de mail ontvangt, hoe je de mail binnenhaalt. Enerzijds bij POP download je de mail van de server. En dus je hebt een server, de computer, waar eigenlijk alle mail op terechtkomt. En dan met jouw computer of met jouw smartphone of tablet ga je eigenlijk die mail gaan downloaden. En dan eens je die volledig downloadt naar je computer, doe je dat dus altijd via een POP mailbox. Yeah. En anderzijds, als je de mail laat staan, dus altijd laat staan, en eigenlijk een soort van tijdelijk bestandje download van je mail, doe je dat eigenlijk via IMAP. Oké, dus IMAP is een tijdelijke download en POP is definitief downloaden. Ja, dat is definitief downloaden. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat je daarmee je berichten weghaalt, volledig weghaalt op de server. Oké. En dat dus alle mail gewoon op jouw computer lokaal staat. Ook alle mapjes die je aanmaakt staan ook op jouw computer lokaal bij POP. POP 3 noemen ze het meestal dan. Yeah. En bij IMAP kun je ervoor kiezen. Maar meestal maak je dus, het interessantste is dus om dus IMAP-mappen aan te maken. En die IMAP-mappen worden gesynchroniseerd. Dus als je dan een berichtje binnenkrijgt in je mailbox, en je sleept het naar zo'n IMAP-map, bijvoorbeeld, klanten, en je zal dat mailtje naar klanten slepen, dan is dat zo en dan gebeurt het ook op de server. Okay. Als je dan in je webmail kijkt, dus via je browser gewoon naar je mail kijkt, dan zal dat mailtje ook in die map staan. Ja. Gelijk. Ja. Per seconde eigenlijk, dus alle seconde. Het wordt direct naar die map gezet. Inderdaad, ja. Oké. En maar is er heb jij een bepaalde voorkeur voor wat je zou willen gebruiken? Ja, ik heb eigenlijk vooral een voorkeur voor IMAP. Waarom is dat? Waarom? Omdat ik eigenlijk wil dat een professionele partij ervoor zorgt dat mijn mail, gebackupt wordt. En dat ik op die manier ook heel veilig kan omspringen met mijn eigen mail. Want het dus eigenlijk, als ik het zo beschouw, is er een grote verschil tussen POP3 en IMAP ook nog eens. Dat de POP3, die hou je naar je eigen computer. Die verdwijnt van de server daar. Klopt, ja. De IMAP blijft op de server staan, maar je haalt een tijdelijk bestand naar je eigen device. Ja. En daarmee kan er dus wel een backup worden gemaakt van een IMAP. Ja. Op die server, door jouw e-mail server provider, kan er wel een backup worden gemaakt. Ja. Maar met je POP3 bedoel ik, kan dat dus dan niet door je provider. Ja. Want jij hebt het weggegooid. Ja, je hebt het eigenlijk volledig gedownload. Dus vergelijk het gewoon met een echte brievenbus. Ja. Stel je voor dat je eigenlijk bij een POP3 doe je brievenbus open, je haalt de post eruit, doet de brievenbus dicht. En je legt het binnen op het nachtkastje. Je legt het binnen op het nachtkastje, voilà. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Bij IMAP ga je eigenlijk je mail als het ware lezen bij je brievenbus. Ga je daar je mail lezen en ga je je mail terug in je brievenbus stoppen en doe je terug je brievenbus dicht. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Dus het grote voordeel van IMAP is dus dat er een backup kan worden gemaakt. Dus het is super veilig. Dat is één van de grote voordelen. Een ander groot voordeel vind ik zelf, als je met meerderen de mailbox leest. Stel je voor, bijvoorbeeld bij Fevida leest de hele klantenservice uit de info-mailbox bijvoorbeeld. Dan kunnen zij alle mailtjes die binnenkomen ook gewoon lezen.
iedereen kan die lezen. Ja. Iedereen ziet die staan. Wel met dat gevaar, als één persoon het mailtje delete, dat het dus weg is voor iedereen. Dat is een ander, dat is iets wat je heel goed... Daar moet je goed over nadenken. Ja, dat klopt. Daar moet je heel goed over nadenken. En je moet dus ook een soort van policy afspreken binnen het bedrijf of met de mensen waarmee je de mail leest. Van hoe gaan we onze mail behandelen eigenlijk? We gaan mapjes aanmaken. Zo kun je bijvoorbeeld ook een mapje maken met Peter en Gunther. En als je zegt van, oh, dat is eigenlijk een vraag voor Gunther, hup, sleep je gewoon het mapje Gunther. Ja. Als het een vraag voor mij, sleep je het mapje Peter. Dan verdwijnt hij uit die gezamenlijke map. Uit en die dan gewoon... verdwijnt hij, gaat hij naar de specifieke map van Gunther. Of ja, naar... maar ja, we zien elkaars map ook op dat moment. Maar voordeel daarvan is ook nog, als jij bijvoorbeeld een antwoord stuurt naar een klant, dan kan ik dat antwoord ook nalezen. Staat het ook bij verzonden items, staat ook de mail die jij stuurt of de mail die ik stuur. Dus ja, we kunnen elkaars antwoorden lezen en dat maakt dat je eigenlijk ten allen tijde op de hoogte bent als een klant. Stel je voor, jij bent op vakantie. Iemand belt mij van, hey, ja, Peter heeft mij dat en dat en dat geantwoord. Kan ik kijken van, oh, wat was juist de communicatie? Even nalezen. Oh ja, oké. Ja. Klopt. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is wel gunstig dat op die manier... mogelijk is. Ja, ja, dat het allemaal mogelijk is. Ja. Er zijn wat trucjes met POP3 ook. Hè. Dus je kunt ook met POP3 kun je ook een soort van kopie achterlaten op de server. En dan zeg je ook voor hoe lang die daar moet staan. 5 dagen, 10 dagen. Oh. Of zolang in kopie staan tot jij die verwijdert uit jouw verwijderde items. Of uit jouw vuilnisbak, zal ik maar zeggen. Ja. In Outlook bijvoorbeeld. Maar dat zijn zo... Maar je kunt op dat moment kun je ook niet echt een backup nemen van jouw kopies die achtergelaten zijn. En dat is een beetje bizar. Als ik dan als eerste die mail lees bijvoorbeeld, en ik zeg binnen de 10 dagen verwijderen, en die staat er nog de hele tijd in, en jij weet er niet van, jij zal die mail ook ontvangen, ja. Dan is die binnen de 10 dagen gewoon weg van de server. Of je kan dan ook niet, stel je voor, als ik nu bij POP3, wij twee zijn al heel de tijd mail aan het lezen en noem maar op, en er komt een derde persoon bij, en die wil je ook graag in die mailbox toegang geven, dan start hij dus met de lege mailbox. Ja, doe je dat met IMAP, dan start hij eigenlijk met de volle mailbox. Ja, alle communicatie zit er gewoon nog in. Ja, dat is wel super makkelijk. Ja, dat is, ja. Ja, ik vind het echt een voordeel. Maar is een van de twee, dus IMAP is dus ook veiliger op dat vlak? Ik vind IMAP veiliger, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar is e-mail ook of IMAP ook standaard... veiliger in verzenden en ontvangen van mail dan POP3? Nee, dat is puur het transport wat je doet naar de server eigenlijk. Het is die moet beveiligd zijn. En dat moet je lezen en verzenden via een versleutelde verbinding. Bijvoorbeeld bij Vivida gaan we alles versleutelen. Ga je eigenlijk connectie maken met HTTPS, zal ik maar zeggen. Of met SSL, daar komt het op neer. En ja, op die manier kan iemand die de mail onderscheppen ergens onderweg tussen jouw computer en de server, kan er eigenlijk niks mee aanvangen, want die heeft de sleutel niet om te unlocken eigenlijk, zal ik maar zeggen. Nee, maar het is dus niet zo dat er in IMAP bijvoorbeeld standaard al SSL staat, als je je mail via IMAP hebt ingesteld, dan staat dat niet standaard SSL ingeschakeld. Het is hoe de partij dat zelf heeft ingericht. Ja. Hoe bijvoorbeeld Vivida of een andere hosting provider dat heeft ingericht. Ja. Bij ons is het volgens mij wel... Bij ons is het standaard, ja. Omdat er een certificaat is sowieso op het domein en ook op het e-maildomein is sowieso een certificaat. Vandaar dat we ook aanraden iedereen bij ons om bijvoorbeeld als inkomende of uitgaande mailserver de Vivida te gebruiken en niet eigen domein aan bijvoorbeeld. Ja. Ja. Omdat we dat kunnen garanderen dat het zeker en vast secure is. Secure, ja. Maar hoe makkelijk is het om, als je POP3 hebt, om dan toch SSL bijvoorbeeld daarop in te stellen? Ja, is dat heel moeilijk om als je... Als klant is het niet moeilijk. Hè? Ik bedoel, als jouw provider het aanbiedt, moet je gewoon de server waarmee je connectie maakt. Ja. En ook het protocol. Dan kun je zeggen van oké, ik wil versleuteld of beveiligd versturen. Als jouw provider dat aanbiedt, dan is het eigenlijk in één... Nu, de meesten gaan het nu wel gewoon standaard gaan aanbieden. Ja. En zullen ook, als je een nieuw e-mailaccount aanmaakt, of als je nu een domein aanvraagt met e-mail, zal het ook standaard met SSL zijn, zal het ook standaard beveiligd zijn. Ja. Omdat het is nu niet meer weg te denken, een beveiligde verbinding. Sowieso niet met GDPR en noem maar op. En
Nee, ja. Nee, het moet. Het moet gewoon. Ja, en ja. De hosters, de grote partijen, de grote partijen zoals wij ook, die hebben al lang gesnapt dat dat de manier is waarop het moet gebeuren. Ja. Dus, en zijn er nog meer, kun je nog meer verschillen aangeven of voordelen aangeven met betrekking van pop en imap? Eigenlijk zijn het vooral... eigenlijk niet. Ik heb zoiets van... dat zijn vooral de voornaamste voordelen. Ik heb het grootste voordeel vind ik zelf, dat je alle mail, zowel inkomende als uitgaande, als bewaarde mail in mapjes, dat het hetzelfde is op je tablet, op je telefoon, op je computer. Het maakt niet uit waar je dan ook maar dat e-mailadres hebt geconfigureerd. Ja. Is het altijd en overal net dezelfde mailbox die je ziet. Ja. Online, stel je voor, je hebt niks meer van devices die werkgerelateerd zijn, maar je bent op reis, iemand belt jou op en je moet toch eens dat ene mailtje checken. Ja, ga dan gewoon... Ergens op een pc kun je inloggen op je webmail. En dan staan die daar ook gewoon terug. Ja. En vaak zijn er dan ook nog dat soort oplossingen. Hebben dan ook vaak nog een keer een agenda gekoppeld en dergelijke. Dus, maar ja. Kun je ook heel makkelijk, als je nu alles hebt ingesteld voor POP3, is het dan heel makkelijk om IMAP in te gaan gebruiken? Ja, in principe wel. Ja. Je kunt gewoon wat je op dat moment doet is... je configureert een nieuw account in je Outlook of in je Mac Mail of noem maar op. En dat nieuwe account die je daar dat andere deactiveer je. Niet weggooien, maar deactiveer je. Laat die niet meer synchroniseren. En je neemt er een... vanaf dan schakel je over op IMAP. En je sleept gewoon al je mail, als je dat wenst tenminste. Yeah. Sleep je al je mail gewoon naar jouw IMAP mailbox en dan heb je alle mail daarin. Okay. Je kunt ook zeggen van mijn POP3 wat ik vroeger had, in Outlook, is dan de Outlook.pst. Dat is dan de lokale kopie van jouw mailbox. Die kun je ook bewaren en je kunt ook zeggen van kijk, alle mail tot gisteren bijvoorbeeld, die hou ik daarin, die laat ik lokaal op mijn computer staan en alle nieuwe mail bijvoorbeeld zal nu via IMAP verlopen en doe ik op die manier. Oké. Dat was hem eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel, Gunther. Graag gedaan. Nou, vond je dit een interessant filmpje? Er zijn nog veel meer van dit soort podcasts te vinden op Vervida.academy en op ons YouTube-kanaal, ook Vervida.academy of Academy in ieder geval. Vervida is het. Het is Vervida.com. Vervida.com, goed, het is dus op YouTube. En op je kunt ook op de streamingsdiensten van Spotify en iTunes staan, de podcast daarvan. Ja. Tik daar Vervida Academy in en daar vind je ons ook terug. Ja. Toch? Ja hoor. En denk je nou, ik heb eigenlijk wel een onderwerp waar ik over zou willen weten. Doe ons gewoon even mailtjes toezenden. En dat is naar podcast@vervida.academy. podcast@vervida.academy. Yes. En wie weet behandelen we dan je vraag een volgende keer. Ja, klopt. En vergeet niet als je het erg leuk vindt om je echt te abonneren op die kanalen en om ons even de thumbs up te geven. Dat is altijd leuk. Geabonneerd betekent dat je automatisch een bericht krijgt op het moment dat we weer iets nieuws hebben gepost. Ja, klopt. Oké. Hey, Gunther, bedankt. Jullie ook bedankt. Dankjewel, Peter. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye-bye.